radio nadra mo fonde te mire co was het vandaag in de Palmentuin? Zoals u ziet, gaat het heel rustig aan toe. Dat komt allemaal door de COVID-situatie. We staan hier met de heer die elk jaar staat in de Palmentuin, waar allemaal de evenementen worden gehouden. En we gaan hem zo wel een paar vragen stellen om even te checken hoe het eraan toe is gegaan in de Palmentuin. Ja, hier in de Palmentuin, we staan namens de Vijf Naties van Suriname. We beginnen de Arawakan, de Caraïben, de Trio, de Wayana en de Warao. Op deze dag is een belangrijke dag van ons. Het is geprogrammeerd door VN. We spelen dat. Maar er komt nog meer dan dat. Want de dag, hoe ga je dat kunnen herkennen? Het is vastgelegd binnen het grondwet, de dag van de inheemsen, via VN-verdrag. Maar dat is niet genoeg. Onze grondrechten, dat moet gewaarborgd zijn. Wat wij als oorspronkelijke bewoners van de vijf, oorspronkelijke van Suriname. En het woord is Surinja. Het gebied hier, wat hier staat, zijn de Arawakanen. De strijder geweest op het land van Surinja. Geen Suriname. Is Surinja. Van daarvan staan wij nu. Namens de vijf inheemse volkeren nu, dat ons land van ons is. En de volkeren die zijn gekomen naar de kolonisatie, moeten respect hebben van wij als moeder, vader van het land. Dat is gewoon van Suriname. Dat is het. En elk jaar, we zien nu dat de COVID-situatie een heel belangrijke rol speelt. We kunnen zeggen, misschien een negatieve impact op de dag der inheemse, vandaag in de Palmentuin. Hoe was het in de Palmentuin? Bent u vanaf 's morgens hier? Hoe is het allemaal eraan toe gegaan? Ja, gebruikelijk, 6 uur, zoals afkomst, ga je Adayali, Tamushi, een gebed doen en moeder aarde. Daarna gaat alles verder. Maar één ding, respect de moeder van aarde. Nu staan we hier, zonopkomst. Over de COVID gebeuren, wil ik dat zeggen. Hoor. Viezigheid kan het wel goed plaatsvinden, maar in dat niveau, dat COVID, dat iedereen heeft gedaan binnen een totale aardbol,
moet er ook rekening hebben. Drie houden op trend. Zeg, luister, we gaan even dan sober herdenken, niet vieren. We herdenken onze voorouders. Ze hebben gestreden. Gewoon daarvan. Zijn we hier nu om dat te herdenken, om respect te geven op hun adres, op de punt van Suriname, van land en van. Oké. Heeft u een boodschap voor de inheemse bevolking? Tuurlijk. Het woord is altijd saamhorigheid. Samen zijn. Alles samen doen. Maar de overheid heeft een belangrijke rol in de mensheid. Idem ook de religieuze organisatie. Want er zijn twee factoren die spelen over de aardbol. Religie en regeringen, toch? Wij staan nu op het land van Suriname. Toch? Hier verdeeldheid met de kerkelijke organisatie en ook tevens de overheid, de regering. Hebben ze nooit onze bewoners de kans gegeven om zich vooruitgang te gaan. In concessie, in politiek en dergelijke. En zie wat ik zeg nu nog. 9 augustus is een dag om te herdenken. Het is uitgeroepen via de VN. Omdat de VN heeft ook debet de ondergaan van Noord-Zuid-Amerika tot Canada. Onze grondgebieden gestolen in rijkdom. Ze hebben dat gecoloniseerd. Ze hebben iedereen genomen in het land van Zuid-Amerika. En daarom vraag ik. No? Gaat leven zo verder. Dat als onze bewoners die in Noord-Zuid-Amerika is, in de eilanden met 200 miljoen volkeren, hebben ze dan vermoord nu. Dan is dat we nu in Rara. En de regering komt nu om te zeggen, is dat de laatste snik van de bewoners van Suriname? Waarbij de Nederlanders de startbesluit hebben genomen om een wapendrager te zetten. Dat wil zeggen, mijn voorouders, de Arawakanen, hebben flink gestreden. Vanaf Maracaibo tot Wayapok, de Guyana's. En daarom, we vrezen niet. En we gaan verder. Het leven gaat verder. Wij verwelkomen ieder natie die graag onze nood samen eens kunnen delen. Maar als je hier komt, zeg luister, het land is van mij. De hunnen staan en zeggen, Rama is een land van herkomst en bloei. Toch? Zo was het toen, toch? Maar de voorouders, onze bewoners van Suriname, ze staan, ze wachten en ze hebben hun ontvangen. Niet met oorlogen, ze hebben hun ontvangen. Dat luistert, we gaan nu een samen zijn in Suriname. Maar respect hebben de natie niet op ons. Herkennen is belangrijk om te zeggen, luister, land is van ons klaar, toch?
men kom lan farama men kom fandato men kom fandato bar ko den sekhon e halit singo yes fu grand tapo no eke kuli eke kuli eke kuli eke kuli dei ho farana fareto ato farana dei ho farana fareto ato farana wij gaan altijd strijden niet met de pijlenboog maar wat staat geschreven en zo gaan we verder dei ho farana fareto ato farana eke kuli eke kuli eke kuli, eke kuli. Deiko farana, fareto ato farana. Deiko farana, fareto ato farana. Deiko farana, fareto ato farana. Mijn voorouders hebben gestreden voor land en volk. Duizend jaren terug. Wij als nakomelingen. Het recht moet gezegend en moet de herkenning moet er zijn. Het is van ons. Wij leven met iedereen. Land, de Holy Land, is van de Noord-Zuid-Amerikanen. En de Moederland is van de Afrikanen. Dat zijn twee factoren. Moederland is van de Afrikanen. Holy Land is van de Noord-Zuid-Amerika tot Canada. En we gaan verder. Oké, okay, dit is Kulturo.com, een programma vanuit Nederland. Wilt u de groeten doen daar aan bepaalde mensen in Nederland? Hebt u nu de kans? De coronabeer. De jan gemoente abba. To suri anja jakotoro jakobe da yobe to ningbeto to imil kono waria washikat konang tata konang kainho harang to matali washikat konang ningbe harang 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 oos fata konang tua kuralino tua ningbe wa shikat konang ningbe do dag dag orang tu mata libe ningbe to himili kondo be di bojang Hier bij je standhouder en we zien heel wat kralen, oorbellen allemaal gemaakt van eigenlijk, je kan zeggen kralen. Hoe zit dit allemaal? Je hebt verschillende soorten kralen. Je hebt zandsteen, je hebt tijgeroog, je hebt ingibokas en je hebt hier ook die kokrietjes kralen. Daar komen uit ver, je kan zeggen... Niet in de stad kan je ze makkelijk vinden. Misschien bij een bepaalde inheemse kan je ze makkelijk vinden. Maar we kopen ze en dan maken we zelf onze oorbel of ketting of armband. Zoals je ziet. En hier hebben we
Nou ja, als het ware van alles. Je kan van alles hier vinden. Oké, okay. Mijn vraag zich af, hoe is de verkoop? Hoe zit het met de verkoop? Komen er veel inheemse mensen? Ja, zo. De verkoop kan ik zeggen. Nou, als het druk is, rustig is, dan is het een beetje... Is het niet zo vlot, snapt u me? Want vele mensen komen om te drinken, wat te eten en zo. Maar het zit niet echt zo snel met de verkoop. Maar bepaalde dagen, feestdagen, gaat het soms wel vlot. Ja. Hey, goed zo. We zien ook hier aan de overkant twee stoelen. We zien... ja... Allemaal de slagwerken, instrumenten van de Indianen. Wat heeft het te betekenen? Zo, je hebt aan de rechterkant, helemaal rechts, heb je de koningenstoel. En aan de linkerkant heb je de queenstoel. En aan de onderkant heb je dan hun drumwerk waarmee je kan spelen. Je hebt sik-sikkies, wat allemaal ook zelf wordt gemaakt met de hand. En die stoelen zijn ook, heeft ook een mooie design met verschillende soorten designs erop. En dan hebben we ook kralen aan de andere kant, hoe zeg je het nou, oorbellen, kettingen en van alles. En kalebas. Men mag hier komen voor een foto? Ja. Je mag komen voor een foto, is een vrijwillige bijdrage. Je mag een 5 SRD geven, 1 SRD, wat je maar vindt. En er wordt een leuke foto voor u gemaakt. We zien heel wat ouderwetse borden ook hier. Deze dingen hebben we geen jaren gezien. Van waar dit allemaal? Zo, we hebben een paar laten maken. En we hebben het van onze oma's en onze opa's gehad. En hebben een mooi design ervan gemaakt. Zodat die mensen van nu ook kunnen zien. En weten dat het vroeger zo was. Nu heb je van die moderne rekken. Toch? Roze, paars, geel. Maar zo was het in de oudere jaren. Jaren 80 en al die oudere jaren. Ja. Heel mooi. Ja. En we zien ook de klederdrachten. Ja, hun zijn op de hand gemaakt. Op de hand, het duurt misschien een maand, 3 maanden om van boven en van beneden te maken. Zelf met wol gemaakt. Ja. Prachtig. En niet te vergeten de pangis. Ja, de pangis zijn van, hoe zeg je het nou? Oudere jaren, sinds het begin, toen mensen kleren aan begonnen te trekken. Daar zijn ze met hun eigen soort stijl gekomen. Je hebt voor de man en voor de vrouw. Die mannen trekken kamisas aan. En die vrouwen trekken gewoon pangis aan. Dit is Kulturen.com, een programma vanuit Nederland. Hebt u mensen daar waarbij u de groeten wil doen? Zo, de groeten aan familie Hoogenberg. En familie Kendall, familie Vrede. Big up voor jullie. Komen jullie zo snel mogelijk terug naar Suriname. En dan ziet u dit alles. Dankjewel. Ja, graag gedaan.
Yes.